Ja, daar zit sinds een jaar of 3 op de dagbesteding hier. En er wordt van alles gedaan, alleen het leren was eigenlijk niet aan de orde. Toen is er zo zijn school begonnen en toen zijn wij begonnen met van nou, dat is voor Jelle wel wat. Hij kan zelf behoorlijk schrijven, lezen, begrijpend lezen is een ander verhaal, maar het heeft zijn interesse. Dus wij hadden zoiets van nou, dan ga je voor de cursus lezen en schrijven. Hij heeft die cursus en dat is dan 3 uurtjes in de week. En wij vonden het eigenlijk heel zonde dat daar verder niets mee gedaan werd. Dus hebben we je op de dagbesteding gevraagd van is er een mogelijkheid wat hij op de Sozijnschool heeft geleerd in de dagbesteding ten uitvoer te brengen. In het begin waren ze een beetje van ja, ja, weten we niet. Maar in overleg met trainer en de dagbesteding hebben ze daar een advies over of overleg gehad en advies met het resultaat dat hij nou dus op de dagbesteding ook zijn huiswerk maakt. Nou, iets heel simpels is, hij schrijft graag, dus donderdagsmorgens dan heeft hij kookles. Daarvoor gaat ze met het groepje gezamenlijk boodschappen doen. Dus dan maakt hij het boodschappenlijstje op de dagbesteding, portemonneertje mee. En met de groep gaan ze gezamenlijk de boodschappen halen. En dan zie je hem toch ook wel groeien van, dat is mijn briefje. En in de winkel kijken van, waar ligt alles, waar staat alles. Ja, dan zie je hem, daar zie je Jelle groeien, maar je ziet ons als ouders toch ook wel groeien. Dat je denkt van, hey, er zit toch meer in. En we willen toch eigenlijk, als het mogelijk is, alles eruit halen wat erin zit. Hij heeft de picto's niet meer nodig. Zijn hele kaart op de dag, wat alle activiteiten, was met picto's. En dan zijn ze na verloop van tijd zijn ze toch overgegaan op picto's met het woordje eronder. En nou zijn het alleen nog woordjes. Want hij leest ze allemaal. Ja, dat is een verademing, maar in het begin hadden wij vroeger thuis ook picto's en dat is niet meer nodig. We hebben een groot whiteboard in de keuken hangen, is er iets, dan wordt het daar opgeschreven. Hij doet het zelf ook, heeft hij bepaalde dingen van hem ook niet vergeten, wat heel leuk is voor hem, alleen dingen. Maar dat schrijft hij dan zelf ook op. Het lezen wordt een ander verhaal, maar het schrijven vindt hij geweldig. Maar het gevolg is dat we hem nou ook de woordjes laten typen op de computer. Dus eigenlijk het een volgt het ander op. Nou, de hoop voor de toekomst is dat de Sozijnschool en de dagbesteding zijn al op elkaar afgestemd. Maar dat dat eigenlijk altijd nog beter kan. En we hopen dat dat in de toekomst ja, helemaal op rolletjes gaat lopen. En dat het eigenlijk vanzelfsprekend is, zit je op een dagbesteding, dat een Sozijnschool er automatisch bij hoort. Leren en werken. Dat is eigenlijk één is.